Hallo allemaal, hartelijk welkom bij alweer het derde deel in de kleine serie zaken die je moet weten voordat je überhaupt begint of een laser, graveerder of lasersnijder aanzet. In het eerste deel hebben we het gehad over de materialen die gebruikt worden. In het tweede deel hebben we het gehad over de snelheden en met name hoe belangrijk het verschil tussen millimeter per seconde is en millimeter per minuut is. Het derde, wat heel erg belangrijk is in de lasergraveerwereld, is de power. En geloof me, ik probeer niet u ertoe over te halen om voordat u een lasergraveerder koopt, de hele business, wat je met lasergraveerders kunt doen en hoe en wat, om dat helemaal te doen. Maar mij is wel heel erg belangrijk dat ook om uw eigen veiligheid de hoofdthema's u bewust zijn voordat u begint met lasergraveren. En dat zijn dus eigenlijk die drie dingen. Dus materieel, dus wat voor materiaal wordt er gebruikt, hout, karton, glas, maakt het uit. De combinatie met snelheid, want als u de snelheid veel te laag zet, dan kan dat tot branden leiden. En de derde, en dat is waar we het vandaag over gaan hebben, is de power. Het percentage waarmee de laser brandt. En doorgaans voor de meeste apparatuur, maar ook geldend in Lightburn, geldt dat het minimale wat je een power kunt geven, wat voor power je mee kunt geven in percentages 1%. En die 1% doet niets. Hoef je niet bang voor te zijn, kun je zelfs je vinger onderhouden. Ik ga het niet doen natuurlijk, maar het zou kunnen, want het is geen probleem. Die 1% wordt vaak gebruikt om de laser vooraf bijvoorbeeld een vierkantje te laten trekken om het gebied waar die gaat laseren. Zo kan je namelijk je materiaal uitrichten. En dat gebeurt over het algemeen tegen 1%, want 1% is eigenlijk geen power. De andere kant van de scala is natuurlijk 100%. En die 100%, daar wil ik gelijk ook iets over zeggen, nog voordat we het hebben over of dat goed of niet goed is, zeg maar gezien het materieel wat je gebruikt. Maar wat veel belangrijker is, is dat een laser is wat ze noemen een consumable, oftewel iets wat opgebruikt wordt. Hij heeft een x-aantal branduren. En ik kan u vertellen dat in de laserwereld over het algemeen, kijk, ik heb daar geen bewijs van natuurlijk, want ja, dan moet je eigenlijk heel veel laserkoppen gaan testen. Maar in de laserwereld gaat eigenlijk het verhaal de ronde. Dat op het moment dat u zeg maar uw laser permanent op 100% gaat gebruiken, dat dat uiteindelijk gevolgen heeft, flinke gevolgen heeft voor de levensduur van uw lasermodule. Ja, er zijn video's online. Als ik bijvoorbeeld kijk naar LA Hobby Guy, die zeg maar een beetje een goeroe geworden is op lasers. Als je bij hem, want je kunt een bibliotheek downloaden met materialen, met powers en snelheden. Hij gebruikt daar bijna altijd in die bibliotheek 100%. Maar over het algemeen wordt niet geadviseerd om 100% als basissnelheid in te gaan stellen. Ik zal het nog sterker vertellen. Als ik bij mezelf ga kijken, dan is eigenlijk 85% is zo'n beetje de limitatie die ik gebruik. Hoger dan 85% komt mijn power niet te staan. Dus alles moet ik daaronder doen. Maar ja, wat als je nou toch die hogere power nodig gaat hebben. Wat nu als je toch wat meer dan die 85% nodig hebt? Nou, dat is het grappige van het verhaal. Daarom dat die drie dingen die we net hebben besproken, materieel, snelheid en power, zo bij elkaar horen. Je kunt de power dus eigenlijk verhogen door de snelheid te verlagen. Want door de snelheid te verlagen blijft die brand power van 85%, die blijft langer op dat object zitten, zeg maar. Kortom. Wat mij betreft, maar dat is wie ik ben, 85% power is bij mij de limit. En als ik meer power nodig heb, dan vertraag ik simpelweg het brandproces. Dan gaat de snelheid omlaag. Ja, dat heeft gevolgen voor hoe lang het duurt. Maar uiteindelijk, en dat heb ik in de vorige video al aangegeven, gaat het hier vooral om kwaliteit. Ja, hoeveel power je dan moet gaan gebruiken? Ja, dat is natuurlijk sterk afhankelijk van het materiaal wat je gebruikt, de snelheid wat je gebruikt en wat je wenst te bereiken. Dat is ook waarom er regelmatig power scales gemaakt worden. In een van de video's over de laatste update heb ik een serie gemaakt, ik geloof in 6 video's over de updates. Daar zit in dat tegenwoordig in Lightburn kun je zelf al in Lightburn een power scale maken. Vroeger moest je hem zelf even bouwen, zeg maar. Maar wat die power scale tot bedoeling heeft, is eigenlijk dat je zeg maar met de snelheid en met de power gaat spelen. Zeg maar, je gaat blokjes maken met verschillende snelheden en verschillende powers. En op die manier
kun je gaan vaststellen van wat is nou de beste power en de beste snelheid voor datgene wat ik wens te bereiken. Hoe donker wil ik de afdruk hebben? Hoe licht wens ik de afdruk te hebben? Misschien gaat die wel branden als ik te veel doe, ja of nee. Ja? En dat kun je ontdekken met power scales. Ook bij power scales geldt een beetje dat je een beetje moet oppassen. Met welk materiaal werk je? Nogmaals, een power scale voor karton is echt iets heel anders dan een power scale voor hout. Omdat dat karton zo in de hens gaat en dat hout minder snel natuurlijk. Dus power is een belangrijk gegeven. Omdat de power bepaalt hoeveel brandkracht er in die laser zit. Het is ook zinvol om de laser één keer in de zoveel tijd simpelweg schoon te maken. Wat ik dan doe is zeg maar, ik pak een wattenstaafje, dat dip ik in alcohol. En dat bedoel ik niet de whisky, maar gewoon schoonmaak alcohol. Daarmee maak ik de laserlens aan de binnenkant schoon. Vervolgens heb ik een spuitbus met lucht en daarmee spuit ik het nog eens een keertje even helemaal droog. Vaak zie je niet dat er een rotzooi zit op die wattenstaaf, maar uiteindelijk merk je dan toch dat zeg maar, de power die de laser geeft dan toch weer beter wordt. Advies dus, power niet naar zijn volle hoogste percentage zetten. Niet hoger dan 85%, dat is simpelweg om de levenstijd van je laserkop te laten verbeteren, zeg maar. En je kunt het dus een beetje afregelen. Het is net als misschien wel autorijden, gas geven en remmen, zeg maar. Dus je hebt zeg maar, aan de ene kant gas geven, power, remmen, dat is de snelheid die je een beetje bepaalt, zeg maar. Dus je kunt een beetje spelen met die twee en op die manier een goed resultaat verkrijgen. Dat zijn dus drie hele belangrijke onderwerpen. Power, snelheid en het materiaal. Deze drie zaken, dat zijn de drie zaken waarvan ik eigenlijk vooral vind dat iemand dat vooraf een beetje zou moeten weten. En dan niet welke power je gebruikt. Want natuurlijk, dat moet je gaan ontdekken met je power scale. En dat geldt ook voor die snelheid. Maar je moet je wel bewust zijn van wat dit doet met het object wat je gaat lezen. En de eventuele brandgevaarlijkheid als het gaat bijvoorbeeld om materialen die je gaat gebruiken. In een van mijn video's over het gebruik van Lightburn voor beginners. In die video's heb ik alle menu's en alles wat Lightburn had, heb ik behandeld. En daar zit ook een stukje in over de materiaalbibliotheek. Lightburn heeft een hele makkelijke en mooie materiaalbibliotheek. En wat het eigenlijk is, het is zeg maar een soort van opslagpunt. Waar je kunt zeggen van ik heb nu hout, dat is 3 mm dik, dat is timmerhout. Ik zet zelfs er nog bij waar ik het gekocht heb, wat het gekost heb, zodat ik weet welk hout het betrof. Ja. Ik heb vervolgens settings uitgevonden waarmee ik kan snijden of kan graveren. Want ik kan in die bibliotheek verschillende waardes planten, zeg maar. En dan vervolgens kan ik zeg maar die waardes erbij gaan plaatsen. Dus nou, zo staat in die bibliotheek bij mij. Timmerhout van gamma, 3 mm. Ik geloof €6,49 of zoiets dergelijks voor een plaat. Daar staat bijvoorbeeld 300 mm per minuut. Daar staat... Oorspronkelijk staat er 75%, tegenwoordig ga ik al naar 80%, maar goed, dat is een beetje spelen met waardes. En 4 keer dat je eroverheen gaat. En zo weet je altijd, want dat is natuurlijk wel een gevaar als je heel veel verschillende materialen gebruikt, is dat je aan het eind van de rit eigenlijk niet meer weet van materiaal 1 of materiaal 2 wat de setting was. Daar heb ik ook nog wel een kleine tip in, want heel soms ben ik lui met die materiaalbibliotheek. Ik bewaar alles wat ik ooit gemaakt heb, dat staat op mijn NAS-server. En als ik nu weet dat ik zeg maar een goed resultaat had met object X wat ik gemaakt heb op datzelfde materiaal, dan open ik dat ding gewoon eventjes weer en zie vervolgens welke snij- of graveerwaardes ik gebruik heb, zeg maar. Dus mocht je de bibliotheek vergeten zijn in te vullen, dan kan je het vaak zien aan het object wat je gelezen hebt, mits je het niet hebt weggegooid natuurlijk, laat dat wat voorop stellen. Die materiaalbibliotheek is heel erg handig. Bij die LA Hobby Guy, wat ik al zei, dit man heeft een YouTube kanaal. Ik ben niet een grote fan van hem, maar hij heeft in elk geval de mogelijkheid dat je bij hem wat zaken kunt downloaden die specifiek voor Lightburn zijn. En een van de dingen die hij daar heeft, is dus zeg maar zijn voorbeeldbibliotheek. Pas op, die bibliotheek, hij gebruikt consequent 100% en dat zou ik niet doen. Maar waarom is het wel interessant om het te hebben? Omdat vaak je in het begin, als je nog niet thuis bent met lasergraveerders en je wilt iets gaan doen, dat je dan nog eigenlijk helemaal niet weet in welke range moet ik nou bijvoorbeeld karton gaan laseren of in welke range moet ik dat timmerhout gaan laseren. Nou,
Zo'n standaardbibliotheek die iemand dan heeft, weliswaar geeft hij die 100%, maar daarmee heb ik wel een beetje een indicatie van het moet ongeveer die snelheid, ongeveer die power zijn. En als ik dan 100% power heb, dan verlaag ik dat naar die 85% bij wijze van spreken. En hetgene wat ik dan doe, dan doe ik de snelheid ook iets verlagen. Dan zit ik ongeveer op hetzelfde level als dat hij gebruikte in zijn bibliotheek. En dan heb ik in elk geval een beginwaarde van waaruit ik die power scale kan gaan maken. Want dat is wel aan te bevelen, zeker in het begin, om veel van die power scales te maken. Want dan ga je zien van oké, die snelheid, die power past bij datgene wat ik wens te bereiken. Goed. Dit was de combinatie van deze drie zaken. In de volgende video, dat is niet een ding wat per se noodzakelijk is, maar ik ga toch hier ook uitleggen, dat is het gebruik van DPI. Op het moment dat je afbeeldingen gaat gebruiken of zaken die je kunt graveren waar je de DPI kunt instellen. Bijvoorbeeld bij vullen zul je ook de DPI kunnen instellen, volgens mij even uit mijn hoofd. Dat is ook een belangrijke, want hoe zit dat dan DPI? Want ook daarin heb ik gemerkt dat er mensen waren die vragen stelden dat ik dacht van, joh, je weet eigenlijk helemaal niet wat DPI is. En dat is niet erg. Alleen als je het niet weet, waarom ga je er dan mee spelen? Want dan ga je navenant resultaten krijgen. Ja? Dus ermee spelen, prima. Maar dan is het wel handig dat je weet waar je het over hebt. En dat ga ik proberen in de volgende video uit te leggen over DPI's. Is ook niet zo'n verschrikkelijk moeilijke video. Maar dat je in elk geval achteraf helder hebt van oké, dit is het gevolg van spelen met de DPI-waardes. Voor vandaag. Op deze hele mooie zondag, 8 mei, fantastisch mooi weer. Ga daarvan genieten. Ga niet aan die lezen, misschien ga ik wel lezen. Dat is ook even goede vrienden. Met een beetje geluk ben ik morgen bij je terug. Ik weet niet of morgen wordt of overmorgen. Met die video over DPI's. En dat is dan ook gelijk voorlopig de laatste in deze serie. Totdat ik weer een onderwerp heb waarvan ik denk, van dat hoort eigenlijk hierbij thuis. Maar dat zien we dan wel weer verschijnen. Tot de volgende keer. Ik hoop dat je het leuk vond. Daar.